Dag Joop, ik ben Marjan Sijperda, wethouder van kunst en cultuur voor gemeente Smallingenland. Normaal open ik exposities, dus dit is wel een hele bijzondere in deze tijd van coronacrisis. Maar ik vind het fantastisch om hier te zijn. Ik heb ook je atelier even mogen bewonderen en ik merk dat daar heel veel warmte en ziel in zit. Daarmee heb je een prachtige bijdrage geleverd ook aan de sluisfabriek. En de sluisfabriek zal dus ook een mooie toekomst ingaan, mede dankzij jou en alles wat jij daaraan bijgedragen hebt. Jouw kunstwerken, daar zie ik dit hart en ziel ook in. Je hebt in alle stilte hier mogen werken aan prachtige dingen die je hebt gemaakt. En ik bewonder ze heel graag. En ik hoop dat ik nog heel lang mag genieten van jouw kunstwerk. Want we gaan ook in gemeente Smallingenland nog één terugzien in onze hal. Dank je wel voor al je inzet en dank je wel voor deze mooie kunstwerken. Daarmee maak je deze wereld een heel stuk mooier. Deze is voor jou, Joop. Stenen, bustes en benen. Steeds een beetje. Met het beste beentje. In je eentje. In een tikkend ritme. Feilen en schaven naar het juiste beeld graven. Een ode in onyx. Marmer wordt onder jouw handen niet armer. Een beeld ontdoet zich van zijn koudstenen jas. De steen laat vallen wat hij was en wordt lijfelijk en warmer. Vredig en hard, verstillend en steen, de beeldhouwer en zijn beelden, een beeldschone verbeelding. Beste Joop, of is het ondertussen al Ridder Joop? Ik heb de toespraak van de wethouder gemist, dus dat weet ik niet. Ik ga niet voor je zingen of dansen. Ik ga ook geen lange reden voor je houden. Maar ik wil je feliciteren met deze mooie tentoonstelling. En met het feit dat je nu dubbel plezier hebt. Eerst heb je genoten van het maken van de beelden. En nu heb je het plezier dat anderen ervan genieten. Dat zijn voor een kunstenaar twee kanten van dezelfde munt. We werken in de eerste plaats voor onszelf, maar direct daarna voor de ander. Een boek is pas af als het gelezen wordt. Een beeld of een schilderij is pas af als het gezien wordt. Dus voor jou is die cirkel rond. Dus nogmaals, gefeliciteerd, broeder beeldhouder. Geniet ervan en het gaat je goed. Ja, Joop, ik ga even buiten mijn comfortzone. De wereld begrenst door koude muren, grote deuren en vensterglas. Waar mensen zoeken naar de zin en ook naar woorden. Waar een eigen taal ontstaat. Een taal van kleuren of een taal van vorm. Een taal die onzichtbaar zichtbaar maakt, of een taal die ongrijpbaar grijpbaar maakt. Talen zonder woorden, geduldig wachtend op gehoor. Nu wil ik er naar luisteren, en morgen misschien weer, en wie weet tot wanneer. Breek potloodpunten,
Loop op tenen in het ballet zonder kleding. Spring en ga zitten. Lig, vraag en antwoord minder. Een hart hoeft niets uit te leggen. Ontleed ook geen kikkers. Spring en maak sprongen. Wees aan het eind weer begonnen. Als nieuw als van ouds. Rouwend of bloeiend. In een weiland vol paarden en bloemen. En paardenbloemen. Beweeg je uit hokken. Plaats ook geen hekken. Gekken met prikkels en draad, leidraad niet trekken, verder is klaar. Mijn handen die voelen en aarden, een aardig gebaar. Voor jou Joop. Joop en dag Fokje, welkom in de Sluisfabriek, jullie wel bekend. In de Sluisfabriek, in het atelier waar Joop jarenlang gewerkt heeft aan zijn beelden, hebben we nu een online expositie voor jullie ingericht. Dat hebben we met veel plezier gedaan. We missen je ook in de Sluis, je bent belangrijk voor ons en we hopen je hiermee in ieder geval een mooi document voor je te maken. Dankjewel. Ja, dag Joop. Ik vond het heel erg leuk en ik kreeg ook de vrijheid van Trea om wat beelden uit te zoeken. En dat is maar een klein gedeelte van wat je allemaal gemaakt hebt. En we zijn reuze benieuwd welk beeld je straks gaat uitzoeken om in het gemeentehuis te laten plaatsen voor altijd. En ik hoop dat veel mensen daar ook van zullen gaan genieten. Fokje die was al lang, die deed er lang aan kunst en ik deed er eigenlijk niks aan. En ja, nou, ik keek ze nou en dan wat zij gedaan had en ze maakte veel foto's. Maar ik had er verder niet zoveel mee. En op zaterdagmorgen, want zij had zaterdags cursus. En op een zaterdagmorgen was er een of andere serie op. En daar kon je dus zelf... dan lieten ze zien hoe je beelden kon maken van verschillende materialen. Als kind zijnde verzamelde ik vaak steen, maar ik zag een stuk steen eigenlijk altijd als een stuk iets dat ziet eruit zoals het is en dat verander je niet, dat kon niet. Waarom weet ik dus niet, omdat Fokje al een voorraad verschillende stenen had en die had ook wel wat speksteen erbij. Heb ik een stukje speksteen opgezocht en ik ben gaan zagen en veilen. En toen zij terugkwam was ik al klaar. En dat heb ik dus 3 weken gedaan, met de volgende cursus. Dus 3 keer gedaan in speksteen. En toen had ik alle vormen wel gehad, dacht ik. En ik vond het waardeloos spul, want het was heel zacht. En je kon het met de nagel bijna bewerken. En het was heel stoffig. Ja, het voelde wel lekker aan de handen. En ik vond het prachtig dat je dus de ronde vormen aan kan maken. Maar omdat ik dus ook aan veel fotografeerde. En ik deed ook wel eens wat aan modelfotografie. Daar dacht ik van nou. Ik had haar als model dus. Dacht ik bij mezelf nou. Die foto's zijn wel mooi. Want ik maakte redelijk mooie foto's vond ik wel. Maar dat zijn van die platte dingen. En vrouwen die zien er zo mooi rond aan alle kanten uit. En niet alleen in plat vlak. Dus ik dacht van als ik dat nou zou kunnen combineren. En dat heb ik dus de keer erop gedaan. En toen had ik geloof in het begin toch nog wel met speksteen. En later met serpentijn. En toen kwam het marmer. Dat was voor mij de ideale steensoort. De kleur vond ik mooi, de structuur, het hakken dat ging lekker. Dus wel heel wat anders, want die beeldje die ik in het begin maakte, dat ging met veilen en zagen. En dan moest je hakken.
En dat kon je dus ook niet meer binnen doen. Dus daar heb ik zelf een aantal bokken gemaakt. En daar ben ik achter huis begonnen. Nou, er staat bij Sluis, wacht even. Bij Sluis staat eentje compleet. Maar wel zonder armen, want armen heb ik nooit gedaan. Want armen hebben heel veel problemen. Ook technische problemen. Dat hadden ze vroeger al. Want een arm die moet je in een bepaalde houding doen. Maar het moet er wel aan vast. Dus doe je het van het lichaam af, dan is hij breekbaar. Doe je het op het lichaam, dan komt de vorm van de rest van het lichaam niet mooi uit. Want het is heel moeilijk om een arm die tegen bijvoorbeeld een buik aan zit, om daar die holtes goed te krijgen. Dus ik dacht, gewoon niet doen. Hoe vind je de sluis? Met, hoe ik dat ervaarde. Ja. Nou, ik vond het geweldig. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb toen ik van Dries daar mocht, hij wou het eerst even voorzichtig proberen. Want hij zei, voordat we nou al te definitief zijn, misschien wil ik het achteraf wel niet. En dan, hij wilde niet te veel verplichting. Nou, ik zei, dit is best. Ik probeer het gewoon even. Ik ben niet zo heel veel ruimte nodig, dus ik heb maar een klein beetje aan kant geschoven. Ik ben alleen een bok nodig en ik moet er omheen kunnen lopen. Meer hoef ik niet. Maar in elk geval, dus daar was ik lekker bezig. En omdat het dat droog was, temperatuur praten we natuurlijk niet over. Omdat het wel lekker droog was, kon ik daar ook wat vaker. En ik was wel eens dan, vooral als het dan in herfst of zo was, dan werd het vrij vlot donker. Maar ja, ik ben nogal fanatiek, dus soms dan ben je wel wat te lang bezig. En dan is het donker. En dan is alle, voor zover er al iemand was, Jan was dat zo nou en dan wel eens. Dan was het daar heel stil. En dan ging ik altijd door de fabriek een rondje lopen. Ik vond het zo schitterend. Want ja, toen stond hij nog helemaal vol met oude vrachtwagens, brandweerauto's, bussen. En dat was echt heel geheimzinnig. En het rook daar geweldig. Maar die sfeer en vooral met een beetje wind, het gerammel al van al die deuren. Ik vond het een geweldige ruimte.